Bij mij aan tafel drie jubilerende Liemtse organisaties en die zijn op een speciale manier met elkaar verbonden. En wilt u weten hoe? Blijf dan vooral kijken. Welkom bij Dommeland Live. Welkom bij mij aan tafel drie voorzitters. Arnold van den Broek van Kerk Liemt. Even goed kijken. Jan van der Weijlen van de Boerenmet. En Sjan van den Hurk van de fanfare Concordia Liemde. Nou, welkom allemaal. En ik begin bij jou, Sjan. Want ja, ik zei net in mijn intro, deze drie organisaties zijn op een speciale manier met elkaar verbonden. Ja, klopt. En de mensen zitten te wachten. Hoe dan? Nou, wij zijn 150 jaar geleden opgericht. En omdat er iemand 100 werd. En toen hebben een paar mensen bedacht van, oh, dat is leuk, daar gaan wij muziek voor maken. Dat is een groepje mensen geworden. Die hebben zich verder met elkaar verbonden. Dat is uiteindelijk een fanfare geworden. Maar, wacht even, iemand die wordt 100? Ja, Cornelis van Mensvoort werd 100. En er was verder niks en ze wilden hem feliciteren. En hebben ze een paar mensen die muziek konden maken, zijn bij elkaar gaan zitten. En die hebben bedacht, we gaan hem feliciteren op die manier. En zo is het begonnen? Zo is het begonnen. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Nou, en toen waren ze eerst een harmonie en uiteindelijk is het een fanfare geworden. Oké, okay, wat is het verschil tussen een harmonie en een fanfare? Een harmonie heeft houten instrumenten en een fanfare niet. En houten, dat gaat om het rietje, hè? Nee, het gaat niet om het rietje, want de saxofoon zit wel bij de fanfare. Het gaat over echt hout, een hobo en okay. Een basfluit. Dus het verschil tussen hout en een houtblazer? Ja, okay. Zeker. Ja. Ja, en toen bestond de fanfare 100 jaar. En toen hebben mensen zijn bij elkaar gekomen en die hebben bedacht, we moeten geld inzamelen. Daar is de Boerenmert uit ontstaan. En wanneer was dat? In 1974. 1974? Ja. En in 1973 is de eerste keer geweest dat, dat de Boerenmert is geweest. Omdat we van tevoren geld bij elkaar wilden inzamelen. En Kerk Liemt is ontstaan uit van, nou, dat is heel leuk, kunnen we een mooie fototentoonstelling maken van vroeger. En dat is ook toen. Ontstaan. Ja, dus jullie bestonden 100 jaar en toen is eigenlijk de Boerenmert en Kerk Liemt geboren. Zeg ik het goed ja, zo? Ja, denk ik wel. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Dus Jan, de Boerenmert, hoe is dat dan begonnen? Hoe kwamen jullie op, of hoe kwam men op het idee? Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, dat is zeker heel lang geleden. Hoe men op het idee is gekomen is om eigenlijk het belangrijkste was geld inzamelen om de aankoop van nieuwe uniformen mogelijk te maken. Serieus? Ja, daarom hebben ze hem ook twee keer georganiseerd in het eerste jaar, in 1973. Want ze wilden dat geld ook echt binnenkrijgen. Daarna is het heel lang ook onder de verantwoordelijkheid, onder de vlag van de fanfare is het georganiseerd. Totdat op een gegeven moment, het werd heel groot, het werd ook heel massaal. Zeker in de jaren 80, jaren 70, jaren 80 kwamen er echt heel veel bezoekers er naartoe. En toen is het helemaal verzelfstandigd en nu gaat wel een deel van de opbrengst naar de fanfare nog steeds. Maar niet alles? Maar niet alles, nee. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Waar gaat de rest dan naartoe? De rest wordt elk jaar, de pot die we dan over hebben, daar kunnen zeg maar, organisaties uit Liemt op inschrijven. En dat wordt dan uitgedeeld. Dat hebben we vorige week gedaan. Drie organisaties die dan weer een duit uit het potje krijgen. Serieus? Waar moet ik dan aan denken? Wat voor bedragen? We hebben per jaar zo'n 3.000-4.000 euro te vergeven ongeveer. En die worden dan aan dit soort goede doelen. Oké, en nu de komende Boerenmet zal bekend wie dat krijgt? Nee, want we doen dat altijd achteraf. Want ja, als we een minder jaar hebben, hebben we ook minder uit te delen. Want het kan natuurlijk, als het slecht weer is, komen er gewoon wat minder bezoekers. Als het hartstikke mooi weer is en programma's. Ja, wie waren het vorig jaar, weet je nog? Ja, vorig jaar was het de Kripkesroute die iets speciaals hadden. Het was de KBO die volgens mij vorig jaar 60 jaar bestond. Die hadden een groot feest. En we hebben een sponsoring gedaan van een boek dat in december uitkomt. En dan kijk ik meteen naar mijn linkerbuurman, want daarmee heb ik Kerk Liemt kunnen sponsoren. En het moeten altijd eenmalige dingen zijn, dus niet geld stoppen in de lopende begroting, maar wel iets wat bijzonder is, waardoor het ook echt opvalt en je ook iets extra's kunt doen. Daar is dat voor bedoeld. Nou, dat is wel mooi, ja. Het brugje naar Arnold. Ja. Is dat het boek wat je voor je hebt? Het is niet het boek wat ik voor me heb. Nee. Want daar zou het prematuur zijn. Het boek moet nog uitgebracht worden. Oh, ik ben er mee bezig. Ja, en dat wordt een boek over windwijzers in Liemde. En of ze allemaal dezelfde kant in staan, dat weet ik niet. Hangt van de wind af. Ja, dat hangt van de wind af inderdaad. Ja. Maar windwijzers in Liemde, waar gaat het precies over? Nou, op daken. Kerktorens zijn natuurlijk heel bekend. Hè? Daar staan windwijzers op. Vroeger als wegwijzer. Een bekend windwijzer was op een botenfabriek, het Haantje. Die heeft een nieuwe plek gekregen. Ik zal nu niet verraden waar in Liemt, maar die staat weer prachtig te pronken sinds 2 jaar. Maar er zijn blijkbaar veel meer windwijzers. En onze hoffotograaf Gerard Schalks, die had het idee van, goh, ik ga eens op zoek naar een aantal windwijzers.
En daar had hij zich toch wel een beetje in vergalopeerd, want uiteindelijk waren het er meer dan 100. En alleen in Liemde? Alleen in Liemde al, ja. Ja, dat wist ik zelf ook niet. Maar ja, als je wilt weten waar, moet je het niet aan mij vragen, moet je het boek kopen. En wanneer straks is iets een windwijzer? Ja, als het in ieder geval met de wind meewaait, zal ik maar zeggen, en op het dak staat. Ja. Laat ik het zomaar even zeggen. Ja. Dus dat kan ook een persoon zijn? Of ja, nou ja, die waaien ook wel eens met winden mee, ja, inderdaad, ja, ja. Klopt. Nee, maar als ik thuis iets maak, een dingetje, ik maak een vlag. Ja, is de windwijzer. Okay. Ja. Maar deze zullen iets meer allure hebben? Die zullen wel iets meer allure hebben. Okay. En vaak zijn ze ook wel een beetje geassocieerd met mensen die bepaalde beroepen hebben gehad en dergelijke. Snap je? Nou, er is een volkstuintje, ik zal er eentje verklappen, in de Rozenhofstraat. Een volkstuin, en dat zijn ook een aantal mensen die hielden heel erg van wielrennen. Ja. En daar staan drie wielrenners achter elkaar die zeg maar als een soort waaier in de wind, hè, dat is heel bekend bij het wielrennen natuurlijk, met alle winden meewaaien op het moment dat ze daar aan het werken zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. En wanneer kwam het boek uit? Ja, dat zal het najaar worden. Van dit jaar. Oké. Okay. Nou, ja, dat is hartstikke interessant. Een boek wat je nou voor hebt? Ja, dat is eigenlijk een boek wat te maken heeft met een oud onderwijzer die een dagboek bijgehouden heeft. Die kwam uit Westerhoven. En die heeft eigenlijk zo'n beetje de historie van Brabant beschreven. En een van de dingen, wij wisten het zelf ook niet, we wisten wel wat Jan zei, Nillis van Mensvoort 100 jaar geworden was, maar in 74. Maar wanneer precies wisten we niet, 1874, ja. Maar wanneer, dat wisten we precies niet. En uit blijkt 7 november te zijn. En dat had deze meneer Panken, die had dat opgeschreven. Meneer Panken? Dat is een hoofdonderwijzer uit Westerhoven, dus in de Kempenstreek. Moet je nagaan. In die tijd was het natuurlijk wel heel bijzonder dat hij al heel Brabant zo'n beetje bijhield. Ja, ja, dat en vooral Liemde. Ja, maar niet alleen Liemd, verschillende dingen in Brabant. Ja, staan er nog meer bijzondere dingen in? Hoor? Er staat ook in wanneer hij overleden is, ja. Oh. Ja, maar daar zullen we het maar niet over hebben dan. Hè. Nee. Het is een jubileumuitzending, hè, dus. Ja. Maar dat was een jaar later. Hij is 101 geworden en in december van een jaar later is de heer Van Mensvoort helaas overleden. Ja. Cornelis, maar wij noemden hem in Liemd Nillis. Nillis, ja. Sjan, er is een flinke opbouw naar, wanneer in juni is het hoogtepunt van het? We zijn begonnen in januari met een evenement voor alle leden, vrienden van, kinderen van, hele familie. Hebben we een leuke tocht gedaan met alle andere muziekjes uit Liemd die voor ons gespeeld hebben. Dat was heel leuk op allerlei locaties. Nu hebben we het jeugdpromconcert gehad. Dat is nog nooit een jeugdprom geweest. Fantastisch succes geweest. Nu hebben we in april krijgen we een lunchconcert. Dan krijgen we in juni een feestweekend waar van alles gebeurt. En in november hebben we dan nog de grote brom met het grote orkest. Ja, en wat kunnen we dan verwachten met het grote orkest? Dat weet ik nog niet, want dat is allemaal geheim. Oh, kan je iets vertellen? Nee, ik weet er heel weinig van nog. Ik weet dat ze van alles van plan zijn. En dat de historie van de fanfare daar ook mee gemoeid is, maar verder... Ja, kan ik en mag ik er niks van zeggen? Tipje van de sluier oplicht, dan komen er meer mensen. Ja, mensen komen denk ik toch wel, maar de historie van de fanfare. Okay. Nou. Over de historie van de fanfare gesproken, we hebben een paar foto's van nog niet zo lang geleden, maar kun je even vertellen wat we dan zien? Hier zien we dus de blazers van Be Cool en er zijn leerlingen van de fanfare die nog niet in het grote orkest meedoen. En die dus bezig waren met het jeugdpromconcert. En waarom mogen die nog niet meedoen? Te jong? Of? Die zijn nog bezig met lessen en die kunnen nog net niet meedoen in het grote orkest. Ik zei een soort jonge oranje, zal ik maar zeggen. Ja, ja, die worden opgeleid en we hebben heel veel, kun je al zien, heel veel jonge leden. En daarachter zie je ook nog de slagwerkers, want we hebben ook een heleboel slagwerkers erbij. Oké, en hoe is het nou met de aanwas van de jeugd? Je hoort altijd van, nou, kinderen gaan niet meer trompet spelen, dat doen ze niet meer. Nou, we hebben ieder jaar hebben wij met de basisscholen afspraken dat we workshops doen. Daar komen een heleboel kinderen uit die dan mee gaan doen in het begin. Daaruit volgen lessen, daar krijgen we nieuwe leden van. Maar het moeilijke is om die kinderen erbij te houden als ze dadelijk naar de middelbare school gaan of nog verder. En daar is ook wel weer iets heel leuks uitgekomen, want die kinderen van Be Cool, die kun je nog motiveren. Dus, en vooral met zo'n jeugdprom. Maar als ze dan echt gaan studeren en zo, dan is het moeilijk om dinsdag te komen repeteren bij het grote orkest. En nu is er een groepje en die heet Loco. En die, er zijn jonge leden van het grote orkest en die hebben zelf een groepje opgericht. En die spelen op dinsdag mee met het grote orkest. Ja. En op vrijdag wat ze zelf leuk vinden. Ja, want ik kan me voorstellen als je in de middelbare school zit en...
Ja, je zegt tegen je vrienden, ik speel trompet. Dat is toch niet zo stoer? Nee, dat klopt. Maar ik heb wel iemand gezien die bij jullie trompet kwam spelen, een bekende. Ja, ja, dat klopt, ja. Dat was het Jeffrey? Jeffrey. Ja, dat is eigenlijk een... Jeffrey Parmentier, ja. Ja, Jeffrey Parmentier. Dat is best een bekende trompetspeler, zanger, artiest. Ja. En die maakt daar toch reclame. Ze kennen hem heel veel van TikTok. Kennen ja, ze, en dan maak je toch dan maak je het, van de trompet toch een cool instrument. Hij maakte het heel swingend. Ook bij het jeugdprom was hij ook. En hij, het was echt fantastisch hoe hij speelde. Ja. Ja, en iedereen zingt mee. Ja, iedereen doet mee, zingt mee. Ja. Jan, jij zei er straks van, ik heb een foto gezien. En dat is een mooi bruggetje naar de Boerenmert. Ja, dat klopt. Deze foto komt van de Boerenmert. Dat kun je ook echt wel zien. Ik weet niet uit welk jaar dat die precies is. Maar het zal 1974, van de eerste zijn. Ja, dat weet jij wel. Want volgens mij sta jij erop. Sta jij erop, Jan? Ja, zeker. Dit is mijn gezin. En hebben we niet eens gemonteerd. Hè. Dit is gewoon toeval dat hij ertussen zit. Mijn ouders zijn de rechtse De rechtse bovenste ben ik. En al die vier die kinderen, die zaten ook allemaal bij het eerste leerlingorkest. En ja, links zijn mijn vader en moeder. Zo. Ja. Leuk hoor. Jij bent de grootste van de stijl. Ja, toen nog wel, ja. De langste. De langste moeder. Want jouw broer is jou voorbij. Nee, dit is geen broer. Dat is ook een zusje. Maar mijn moeder had toen niet de tijd om voor iedereen van ons al een pak te maken. Oh, die had een jongenspak. En zij wilde nooit een jurk aan. Dus toen ook een broek. En nou, die was er al vroeg bij. En die is nu de langste. Eh? Ja. Ja. Goed. Nou, mooie foto. We hebben nog een foto van de Boerenmert. Ja. Dit is ook rond die tijd, denk ik. Ja, dat kun je ook wel zien aan de bakkenbaarden en zo. Dat is echt jaren 70, hè? Dus dat kan bijna niet missen. Ja. En volgens mij diezelfde ton die we net ook in beeld zagen. Een bierton, denk ik. Ik weet niet wat... Bierton. Is het een bierton? Ja. Okay. Ja, dat kan. Ja. Zit die vol met bier nog? Of, die zat toen van... Ja, mogen geen reclame maken, doen we ook niet. Maar die zat vol bier, en er werd ook getapt. Ja? Ja, zeker. Zou je nu niet meer kunnen voorstellen dat je het zo doet? En hier staan nog maar twee paarden voor, maar er is ook nog eens een keer merkte geweest waar er zes voor stonden zelfs. Ja. Nou, we hebben ook een 8 mm filmpje. En dan kan je ook zien, jij zei, dat kun je niet meer voorstellen. Maar er komen ook beelden in voor die je ook niet meer voor kunt stellen. Dus trouwens een filmpje zonder geluid. Dus je mag hem volpraten. Dat gaat me niet lukken hoor. Dus, laat maar komen. Is goed. Ja, dit zal de eerste Boerenmert zijn geweest van iets meer dan 15 jaar geleden. Het is 73. De 50ste keer. Ja, dat is jaren 70. Deze van 73. 73 was de eerste keer. Ja. Snorren. Ja. Er werd nog gerookt. Ja, er werd heel veel gerookt. Ja, absoluut. Dit is de Boerenkapel. Oh, dit is de Rietemande. Ja, kijk, die kippen. Ja. Dat kan je toch niet meer voorstellen? Nee, dat kan echt niet meer. Nee. Dit past nog wel. Ja. Ja. Ja, dat is heel... Maar die kippen is heel apart. Ja, nou ja, maar dat geeft misschien ook wel aan, als je 50 jaar Boerenmert aan het organiseren bent, datgene wat bij spreken 50 jaar geleden heel gebruikelijk was om te doen en waar niemand raar van opkeek, kun je je nu niet meer voorstellen dat je het doet. Daar zit ook voor ons als Boerenmert wel een grootste uitdaging. Je wil iets houden wat al voor iedereen heel herkenbaar is. Ja. En wat een soort basis is, want dat snappen we met z'n allen. Ja. Maar je gaat niet meer dit soort dingen op een Boerenmert laten zien. Je hoort veel traditie. En Boerenmert is heel veel traditie, maar ook dan zijn er dingen die niet meer kunnen. Kun je nog meer een voorbeeld noemen? Wat... Ja, er is er één. We hebben een loterij. Nog jaren geleden kreeg je dan een geslacht varken mee naar huis. En dat hing letterlijk op de Boerenmert. Nou ja, één, het mag vanwege de warenregels allemaal niet meer. Maar je wil dat ook in deze tijd niet meer. Dat zou absoluut niet kunnen. Dat past ook niet in deze tijd. Moet je ook niet eens meer over willen nadenken. Het zijn dingen die verdwijnen in de loop van de tijd. Er komen nieuwe dingen voor in de plaats. Zoals? En als je dat maar... Nou ja, ik moest denken aan een jaar of 5 geleden hadden we robotvoetballers die daar waren. Ja, dat vonden we. Daar hebben we echt lang over gediscussieerd. Van, kan dat wel? Hè? Want het is heel nieuw en dat past. Ja, dat past wel in die tijd, maar past dat in een Boerenmert? Tegelijkertijd dacht ik, maar als jullie over 50 jaar deze uitzending weer doen, dan gaan we met nostalgie terugkijken. Weet je, daar hadden we toen robotvoetballers. Ja. We kunnen ons over 50 jaar niks meer voorstellen hoe we daar naar terugkijken. Maar wat 50 jaar geleden modern was, is nu onderdeel van de Boerenmert als nostalgie. Ja. Zo ontwikkelt zich dat. En dat is prima. Alleen wij moeten zorgen dat we met ook het begrip Boerenmert van alle tijden, dat we daar ook in blijven meegaan. Dus de historie moet erin blijven, maar ook iedere keer vernieuwen. Ja, en dat doen we ook. Dat is toch best wel moeilijk? Ja, dat is soms moeilijk. Omdat je de neiging hebt wel wat te blijven hangen in die nostalgie. Hè. Mensen ook zeggen, alles was vroeger beter. Wat mij betreft flauwekul is, dat was zeker niet zo. Er zijn juist heel veel dingen die doordat je ze vernieuwt ook echt nieuw zijn. Ja, je kunt de keuze maken om in die nostalgie te blijven hangen. En dan weet je dat je over 25 jaar gewoon geen Boerenmert meer hebt. Ja. Want dan spreek je gewoon niemand meer aan. Maar hoe moeilijk is dat binnen jouw organisatie? Er zijn vast mensen die zeggen, nee joh.
Dat moet blijven, traditie, je kent het wel. Nee, in de organisatie zelf niet. Nee, en bij de vrijwilligers ook niet. En er zal heus wel eens een keer iemand tussen zitten die zegt... ik had het liever zo of zo gehad, dat is ook wel zo. Maar de afgelopen 2-3 jaar zijn we op een hele hoop gebieden echt wel aan het vernieuwen. Zijn we dingen anders aan het doen. Dat moet gewoon in deze tijd, daar is ook helemaal niks mis mee. En dat blijven we ook gewoon doen. We hebben een programma gemaakt 4 jaar geleden waarvan we gezegd hebben... dit zijn ook de onderwerpen van de komende jaren. Die zijn we gewoon op die manier aan het uitwerken. En ieder jaar komt er een nieuw onderwerp bij. Vervangen we dingen, komen er nieuwe dingen bij. Nou ja, vorig jaar hadden we heel veel speelgoed. Dit jaar hebben we wel wat speelgoed, maar minder. Want vorig jaar was het thema speelgoed. Dit jaar is het thema muziek. Ja. Logischerwijs, want ja, dat is die verbinding tussen de fanfare en ons. Dus nu hebben we 3 podia met heel veel verschillende soorten muziek. Van nou ja, wat eigenlijk voor ieder wel wat wils. Maar volgend jaar hebben we geen 3 podia meer. Volgend jaar hebben we een nieuw onderwerp. Waarschijnlijk wordt communicatie dan het onderwerp waar we over aan het denken zijn. Nou, communicatie, dat is van een oude bakkelieten telefoon tot de meest moderne van nu. En alles wat daartussen zit. Ja. Dus daar gaan wij komend jaar mee aan de slag. En zo bouwen we ieder jaar weer een nieuw thema. En proberen we dat zo leuk en zo goed mogelijk in te vullen. Ja. Kek Lind, wat is het nou de band met deze twee? Ja, Sjan zei het straks al een klein beetje. Hè, van in 1974 bestond de fanfare 100 jaar en hadden we de 100-jarige Nils van Menvoort die herdacht werd. Maar we hadden ook Mieke van der Velde die 100 jaar werd. Die toevallig ook nog in hetzelfde huis woonde als waar 100 jaar geleden die van Menvoort woonde. Toevalligheid, maar het was niet anders. Maar in het huis wordt iedereen heel oud dus? Ja, maar dat huis is inmiddels afgebroken. Dus het is niet anders. Dat snap ik dan niet. Ja, zo werkt dat natuurlijk. Ja. Verandering van spijs doet eten, zeggen ze wel eens. Ja. En toen was Roger van Laren, die natuurlijk een huisarts oude stijl tussen aanhalingstekens 24 uur, 7 dagen in de week, toen nog in de Burries. En die kwam vaak bij mensen thuis natuurlijk. En die was ook wel heel geïnteresseerd in historie en geschiedenis. Hij kwam uit Zeeland, maar was ook heel erg geïnteresseerd. Dorp in Zeeland? Nee. Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen. Daar woonde hij. Daar kwam hij vandaan. Daar is hij geboren. Maar uiteindelijk hier huisarts geworden. En bij mensen thuis ging het over historie en over vroeger. En foto's kwamen tevoorschijn. En toen dacht hij bij zichzelf van, goh, dan moet ik eigenlijk wel iets mee. En toen in 1974 de fanfare kwam, werd aan hem gevraagd van, zou je daar niet een tentoonstelling voor kunnen organiseren? En daar heeft hij een aantal mensen bij gezocht, onder andere ook Gerard Schalks en nog een aantal mensen meer. En die hebben bij verschillende mensen foto's opgehaald. En vervolgens daar een tentoonstelling ook met oude materialen en zo van gemaakt. In de oude kleuterschool van de zusters, toentertijd. Bij het klooster zat er nog. Bestaat nou ook niet meer. Klooster nog wel, maar niet meer de aanbouw. En die hebben ze de naam gegeven, kijk nou eens naar Liemde. Maar ja, dat klinkt natuurlijk niet echt plat, om het zo maar te zeggen. Dus daar werd Kek Liemd. En er is ook een mooie foto van gemaakt, waarin 3 heren staan die op een gegeven moment daar met een beugelbaanbal staan te kijken. En uiteindelijk zie je daarachter ook het woordje Kek Liemd. En uiteindelijk bleek die tentoonstelling zo'n groot succes, dat ze dachten bij zichzelf van ja, daar moeten we gewoon iets meer mee doen. En toen is in december van dat jaar, want dit was in mei, in december van dat jaar is toen de stichting Kek Liemd opgericht. Okay. En die heeft diezelfde naam gekregen als die geweldige tentoonstelling. Ja, maar er is nu ook een tentoonstelling. Er is nou inderdaad ook een tentoonstelling. Het idee kwam volgens mij ook van jullie af, hè, van de boer Mert. Die zei van, is het niet een leuk idee om de 50ste boer Mert, 150 jaar van Fanfare Concordia en 50 jaar Kek Liemd, om daar een tentoonstelling over te organiseren. En toen hebben we weer de handen bijeengeslagen. En is dat de uiting van afgelopen weekend en nog van komende zondag, althans 24 maart. Ja, 3 zondagen toch niet? Nee, het was een zaterdag en zondag, afgelopen weekend geweest en komende zondag nog. Ja. Oké. In de Liemse hert, zeg maar. Hè? Ja, dus als mensen op dinsdag kijken, dan hebben ze pech gehad, want dan was het eergisteren. Dan was het eergisteren, ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar jullie doen meer dan... Dan alleen maar wat je net zei. Dat klopt. We hebben in de loop der jaren, en daar was mijn grote voorganger Roger, die was ook de eerste voorzitter van Kek Liemd. En die hield nogal wat lezingen, heeft diavoorstellingen gehouden, presentaties, tentoonstellingen, maar ook boeken schrijven. Over de historie van Liemd heeft hij met name ook heel veel gedaan.
En een stuk van dat geheel, dat zetten wij wel voort. Alhoewel, we proberen ook wel, en dat is ook een bedoeling, we hebben in 2018 ook een vereniging hebben opgericht, om meer mensen enthousiast te maken, maar zeker ook deel te laten nemen aan activiteiten. Naast de Stichting Kerklimt is in 2018 de vereniging Kerklimt opgericht. En het mooie verschil tussen de beide organisaties is dat de stichting die heeft de Duiventoren zonder dak, want in die periode was die nog niet gerestaureerd. En de vereniging heeft hetzelfde logo, maar met het dak. Dat geeft toch het verschil tussen oud en nieuw aan, om het zo maar eens te zeggen. Maar Kerklimt die probeert, als ik het in eigen woorden mag vatten, de geschiedenis van Limt levend te houden. Inderdaad, klopt, ja. Het verleden zoveel mogelijk te vertalen naar het heden. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden zijn we gestart met archeologisch onderzoek bij mensen thuis, puttenprojecten onder andere, om meer mensen toch bewust te maken van wat was nou de voorouders die hier geleefd hebben? Hoe beleefde die Limt eigenlijk? En daar hebben heel veel mensen aan meegedaan. We hebben al 3 keer zo'n activiteit gehad. Komt een beetje ook met het feit dat we inmiddels een archeoloog natuurlijk in ons dorp hebben wonen. Dat scheelt natuurlijk wel. Wie is dat? Dat is Johan Verspaai, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En dat project, en dat is eigenlijk wel heel mooi, heeft ook zijn weerslag gekregen in Heerlen. En ja, daar hebben ze natuurlijk, Heerlen staat bekend om de Romeinse opgravingen. Maar daar hebben mensen ook in hun eigen achtertuin zelfs een Romeinse tegelvloertje gevonden, wat ze niet wisten, om het zo maar te zeggen. En op die manier probeer je mensen dicht bij huis toch weer een beetje het verleden te laten beleven. Vervolgens naar het heden te kijken, maar ook hoe ga je naar de toekomst toe. En dat proberen wij ook zoveel mogelijk om. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld het vloeiweideproject gelanceerd in de Kooi. Fijn, daar hebben jullie als Omroep Dommeland ook nog eens een keer een rapportage over gemaakt. Waarin we ook op eigen tijdse manier laten zien. Met kartonstaal en met kunstgras. Dat is dan natuurlijk wel heel modern. Ja. Hoe daar vroeger vloeiweiders werden bewijd. Ja. En zo proberen we toch oud en nieuw met elkaar te verbinden. Wandelroute gemaakt langs de grote waterloop met QR-codes waar mensen op telefoon, als ze daar zijn, ook het verhaal erachter kunnen zien. QR-codes, Jan, ben jullie ook van toepassing? Volgens mij niet. Misschien betalen? Ja, dat wel. Maar niet via een QR-code, maar gewoon via een pinautomaat. Oké, nou, ik dacht dat mensen ook zelf zo'n ding hadden. Ik wil je via. Nee, volgens mij niet. Nou, je kunt gewoon weer een pinautomaat betalen en dat vinden we heel wat. Dus. Maar inmiddels is de boerenmerkt wel een begrip geworden, ook buiten Limde. Ja. Want hoeveel bezoekers trekt een boerenmerkt? Zo afhankelijk van het weer, zo tussen de 8.000 en 10.000 bezoekers die er eerst de tweede paasdag dan door het centrum van Limde trekken. Ja, en merk je dan verschil met vroeger? Of is het al van alle tijden dat ze van heinde en verre. Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Want we hebben echt geen bezoekersonderzoek gedaan 25 jaar geleden wie er toen kwam. Wat je wel ziet is dat de straal is een kilometer of 20, 25 om Limt heen. Daar merken we ook, want daar komen de mensen vandaan. Van veel verder gaan ze die reis niet maken. Maar het is natuurlijk voor Boksel en voor Limt, als je zo bekijkt, wel verreweg het grootste evenement wat er tegelijkertijd in een aantal uren tijd plaatsvindt. Het zet Limt wel op de kaart, hè? Heb je bij de gemeente wel eens aangeklopt van. Jongens, wij zetten de gemeente Limt op de kaart. Kunnen wij daar iets we hebben niet klagen over hoe de gemeente wat dat betreft met ons omgaat. Ze zijn heel coulant. Ze denken altijd heel erg goed mee. Zorgen dat de vergunningen er heel snel zijn. Denken mee hoe je de vergunningen ook moet, hoe je ze moet krijgen. Er moeten nog wat verkeersmaatregelen genomen worden. Daar doen ze nooit moeilijk over. Dus nee, wij zijn prima. We zijn heel blij met hoe de gemeente dat doet. Uitstekend. We kunnen onze eigen broek ophouden. We houden geld over aan het eind. Wat we kunnen uitdelen, wat ik aan het begin al zei. Dan is het verder prima. We doen het met vrijwilligers. Ik denk dat er 60 tot 80 vrijwilligers wel op zo'n dag rondlopen. Dat zijn er echt gewoon heel erg veel. Heel veel. Dat is wat iedereen in Limt die iets als vrijwilliger doet, die loopt de boer met rond. Dat is echt ook iets voor de gemeenschap, hè? Ja, dus dit is voor de gemeenschap, absoluut. Ja, wat jullie doen ook natuurlijk. Maar de boerenmet is echt, daar komt echt een beetje alles samen. Ja, daar komt alles samen. Ja, dat is ook gewoon zo. Ja. Ik denk dat iedereen van de fanfare zo'n beetje wel ergens iets aan het doen is. Ik denk het wel. Ja, zo goed als iedereen. En dat geldt voor veel meer verenigingen. Ja. Ja. Het geldt ook voor de buurtschappen die dingen doen. Dus maar goed, zo kennen we Limt natuurlijk ook wel. Als er iets georganiseerd moet worden, dan zijn ze er. En wat er altijd bij de boerenmarkt te zien is, zijn de klompenmakers en de rieten. De rietvlechters. Ja. Maar het zijn wel in de loop van de tijd letterlijk uitstervende beroepen. Ja. Dan raak je gewoon die vaardigheden raak je gewoon kwijt. Die mensen die dragen dat ook niet meer over aan hun kinderen of aan mensen die dat nog doen.
Ja, dan ben je ze op een gegeven moment ben je ze gewoon kwijt. We moeten er ook gewoon realistisch in zijn. Ik bedacht straks nog, 20 jaar geleden hadden we zo'n dorsmachine. Hè? Dat was zo'n paard en dat liep dan zo letterlijk rond. Hè? Nou, één, zo'n paard bestaat gewoon letterlijk niet meer. Die zijn er gewoon niet meer, paarden die dat kunnen. Twee, je moet je afvragen of je dat zou willen. Kun je een paard een hele dag een rondje laten lopen? Ik denk dat we terecht ook wel daar commentaar op zouden kunnen krijgen. Ik verwacht dat met klompen maken of met andere dingen. Misschien in de loop van de tijd. Ja, het grappige is, gisteren is er nog, gisteren is er weer een nieuwe cursus gestart. Ja, wou ik met zeggen. Vier mensen die handmatig klompen maken in de klompenboet op de Liemse herten. Ja, ik zeg ook niet dat alles verdwijnt, maar waar we dan begin over hadden. Ja, sommige dingen gaan gewoon weg en dan vervang je gewoon door andere dingen. Nou, je hebt gelijk. Er zijn in Nederland nog 15 mensen die vroeger zeg maar zelf handmatig klompen gemaakt hebben. En dat is natuurlijk maar heel weinig, hè? 15 man in heel Nederland die daar nog van vroeger uit meegemaakt hebben. Ja. Maar we hadden er volgens mij ooit een limiet van 15, 20 klompen, fabriekjes? Ja, meerdere zelfs. Ja. In één dorp, hè? Ja. Nu kun je ze niet eens in heel Nederland vinden. Nee, dat klopt. Nee. Ja. Sjan, wat is er nou zo leuk aan om in de fanfare te spelen? Om in de fanfare te spelen? Ja, om bij de fanfare te zijn. Nou, de verbondenheid, het samen muziek maken. Ik had het heel lang niet meer gedaan, nu dan weer wel om te oefenen met het eerste leerlingen. Wat speel je? Saxofoon, sopraan, sax. En dan is het toch heel leuk om dat toch weer samen te doen. En samen muziek maken, samen lol hebben. Tijdens muziek maken, maar ook daarna. Dat is ook heel erg belangrijk na de derde ronde die overal is. Die ook bij de muziekmakers. En ook de uitvoering om te zien hoe andere mensen weer genieten van de muziek. Ja, en met z'n allen iets. Met z'n allen maak je iets. Ja. En je ziet ook hoe... Je hebt er is heel veel werk aan. En er is heel veel oefenen, repetitie. Soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Maar als dan de uitvoering is, dan hebben de mensen die uitvoeren dat plezier, maar ook de mensen die zitten te kijken. En dat is heel erg leuk om voor andere mensen ook weer iets te kunnen doen. Heb je nog uniformen? Of gaat... Wij hebben nog uniformen, maar ook in november krijgen we andere uniformen. Ook daar kan ik niks van zeggen. Ik heb ze gezien, heel mooi. Maar wij gaan ook nog op straat, hè. Als er iemand 50 jaar getrouwd is, of als er de Gilde Koning is, of de Lintjesregen. En net als van de week met de opening van de... Van de tentoonstelling, dan proberen we toch met een heleboel mensen. En we proberen dadelijk met Koningsdag, dat we 150 jaar bestaan, willen we graag met 150 mensen dit niet meelopen met ons. En dat gaat lukken? Dat hopen wij wel, ja. Wat heb je daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig. Gewoon 150 enthousiaste mensen. En die we maken vroeg reclame. Die heel vroeg opstaan. Die om 6 uur met ons mee gaan lopen. Bel naar Sjan. Kan iedereen meedoen? Iedereen kan meedoen. Nou, dat gaat lukken, die 150 man. Zeker. Het is leuk om in een fanfare te spelen, maar. Sommige fanfares, daar gaat het wel een beetje raar aan toe. De funny fanfare. Ah, die ken ik. Dit is dit filmpje, ja. Ach, dit filmpje. Misschien een idee. Leuk. Ja. Wie weet. Het klopt. Ik heb zijn nummer, dus... Goed kijk. Zo. Nou, wie weet. Ik vond het een hartstikke boeiende uitzending. Ik zit er even naar het boek te kijken. Dit was dat het 140 jaar bestaan heeft Marcel Baaijens een boek geschreven over de fanfare. Dat was met 140 jaar bestaan. Met 150 jaar bestaan hebben we lekkere taartjes ontworpen. En daar hebben mensen aan de bar, dat is dan het leuke van de derde ronde... Aan de bar hebben mensen bedacht van de fanfare, zou het niet leuk zijn als er een soort taartje komt wat bij de fanfare past en wat het hele jaar kunt doen. Dit is het Concordiaatje, wat dan weer door een bakker gemaakt is. En wat wij bij alle activiteiten gaan verkopen en net als nu ook laten zien. En proeven mogen jullie dadelijk. Ja, ik zit er al een half uur naar te kijken, maar ik ga er één burgemeester maken. Dat zou ik zeker doen. Ik wil jullie van harte bedanken. Ik vond het hartstikke interessant. En op naar de volgende hoeveel jaren? Voorlopig maar eens 50 erbij, hè? Ja. 50? Ja, nou, laten we dat doen. Ja. Oké, ik bedank de mensen thuis voor het kijken en tot de volgende keer.